Britt, gefeliciteerd. Dankjewel. Toen jij dat lintje opgespeld kreeg, toen zag ik zo links ergens wel traantjes. En niet alleen bij jou, maar ook bij het publiek. Maar je vertelde iets, je was gepest, je hebt er een liedje over gemaakt. Hoe kwam je daar zo bij? Zoals ik al zei, ik ben op de basisschool heel veel gepest. En daardoor heb ik eigenlijk het idee gekregen om er een lied over te maken. En dat lied is er nou voor iedereen die nou gepest wordt en er kracht uit moet halen. Ja, je bent gepest op school, maar wat deed de school ermee dan? Die probeerde er van alles aan te doen, alleen het maakte het alleen maar erger. Is dat zo? Ja, soms gebeurt dat gewoon omdat je dan als verklikker, snitcher wordt uitgemaakt. En dan kun je het daar alleen maar erger mee maken. Oh, ik had toch verwacht dat iets meer impact zou hebben. Maar dat werkt dus averechts. Maar dat liedje heb je zelf geschreven? Nee, het liedje is voor mij geschreven. Ook wel met mijn ideeën en dingen die er wel in moesten. Nee, ik snap het. Nee, maar goed, het is ook niet niks. Het onderwerp en een liedje overmaken. Maar wat hoop je ermee te bereiken? Nou, ik hoop er gewoon mee te bereiken dat er meer aandacht gaat naar het pesten. Want het moet gewoon stoppen. Want ik heb het op deze manier kunnen verwerken. Maar er zijn ook gewoon kinderen en oudere mensen die zich van het leven beroven. Doordat mensen elkaar pijn gaan doen. Ja, ik maak het mee. Ik ben machinist. Ja. Ik weet ook wat er gebeurt. Ik vind het knap van jou. Dank je. Komt er nog een vervolg? Ga je nog een nieuw liedje opnemen? Ik ben nou bezig met musical en school, dus ik heb het een beetje druk. Maar ik blijf wel altijd bezig met zingen. Ik ben nog wel bezig met covers, maar nog niet met een nieuw liedje. Oké. Waar kunnen de mensen je vinden? Op Instagram, Facebook en YouTube. Oké, we houden je in de gaten. Ja. Dank je wel.